De Life Support Area Woensrecht is eigenlijk een camping voor de Amerikaanse militairen die vanuit Amerika hier naartoe zijn gekomen. Die zijn geland op vliegbasis Eindhoven, zijn hier naartoe vervoerd, logeren hier tijdelijk en gaan daarna door naar Vlissingen, waar ze vanaf Vlissingen met kolonnes naar Polen vertrekken. Faciliteiten natuurlijk bad- en wasgelegenheid, toiletgroepen. We hebben een restaurant met een keuken daaraan vast. We hebben een recreatietent waar mensen gewoon kunnen internetten, telefoneren. Er zit ook een barretje bij. We doen het eigenlijk hoofdzakelijk met drie groepen. De ene groep is de landmacht. De landmacht heeft heel veel materieel geleverd voor dit tentenkamp. De luchtmacht doet heel veel technische ondersteuning, zoals de elektriciteitsvoorziening, brandstofvoorziening en transport, heftruck, allemaal dat soort zaken. En natuurlijk het Defensie Ondersteuningscommando. Die levert natuurlijk al het keukenpersoneel, de schoonmaak, de wasregeling voor het wassen van kleding en al het beddengoed en kussens en dekbedden. Nou, we verzorgen hier het ontbijt en het diner. 'S Ochtends in alle vroegte worden de leveranciers ontvangen. Verse broden komen binnen. We gaan het ontbijt verzorgen met diverse yoghurt, cereals, muesli, krusli, cornflakes. Vinden ze heel erg lekker. Nederlandse kaas. En met de avondmaaltijd komt bereid binnen bij ons. We zitten natuurlijk in een oefenlocatie. Achter mij wordt alles geregenereerd. Van heel divers voedsel. Van Nederlandse hap, maar ook Indisch. Amerikanen houden van grote stukken vlees. Dus proberen wij ook aan te voldoen. Dat is een beetje de taak voor ons hier.